Wij gaan ondertussen verder praten met onze volgende gast, Marianne Hermans. Welkom. Ja, welkom. Een Nijmeegse theatermaakster die in 2015 de voorstelling Manneneiland maakte. Ja, en we hebben het over Market Garden, dus dat heeft ongetwijfeld iets met Market Garden te maken. Absoluut. En Manneneiland, dat was in Lent. En het was in Lent, ja. Klopt. Lent, wat we hier zien. En tot Ressen, Oosterhout, Bemmel, Huissen. Het was echt een eiland. En Manneneiland, denk je, wat was daar? Nou ja, dat is wel mooi wat jij zegt, want toen ik het voor het eerst keer hoorde die naam, dacht ik echt een eiland met mannen, wauw. Ik had geen idee dat het dus inderdaad met de oorlog te maken had. En eigenlijk dacht Nijmegen dat de bevrijding eraan zou komen en de geallieerden, hè, al die parachutisten die dus landden, duizenden. Het werd opeens frontgebied, werd het. En er zijn dus 1000 mannen, zijn er dus achtergebleven, waarvan de mannen, of waarvan de vrouwen en kinderen dus moesten evacueren. Want ze moesten achterblijven, want Lent werd eigenlijk bevrijd, maar iets verderop richting Arnhem, daar bleven die Duitsers zitten, dus daar ontstond een enclave, een vechtgebied. Ja, absoluut. En toen besloten die geallieerden, iedereen moet hier weg. Ja, iedereen moet hier weg. Dus alle mannen, of alle vrouwen, alle kinderen moesten weg, behalve 1000 mannen, die bleven achter. En die moesten dus eigenlijk voor het voedsel en voor het vee zorgen. Dat was hun primaire taak. Waar gingen die vrouwen heen? De meeste vrouwen gingen naar Brabant en of naar België. En ik weet bijvoorbeeld een van de plaatsen Gerardsberg. Gerardsberg gingen ze heen, ja. En die 1000 mannen, wat deden die? Want het lijkt heel spannend, maar het was eigenlijk een afschuwelijke periode. Ja, nou ik denk dat het ook af en toe best wel spannend is geweest. Omdat er natuurlijk inderdaad granaten vielen, er waren bominslagen. En tegelijkertijd was er ook verveling. Ze moesten hun eigen sokken stoppen, ze moesten zich wassen. Ze moesten spelletjes doen, maar ook heel veel wachten. Ja. En er was een strikte controle. Vrouwen mochten er niet komen. Maar er zijn verhalen dat er toch wel één of twee vrouwen wel waren. En dat die dan inderdaad in een overal liepen. En dan vooral dat het vooral niet zichtbaar mocht zijn dat het een vrouw was. Nou ja, en je had natuurlijk de nonnen in het klooster. Dat waren natuurlijk ook vrouwen. Ja. En Nijmegen heeft eigenlijk ook nog een beetje, geprofiteren is in deze het verkeerde woord. Maar het gebied werd ontruimd en al het vee werd naar het Nijmegen slachthuis gebracht. Dus in die frontbevrijdingsperiode had Nijmegen wel het vlees van de Lentse boeren. Absoluut. Want die waren niet meer en dat werd geslacht eigenlijk verdeeld. Dus ja, klopt. Nijmegen profiteerde toen al van Lent. Ja, ja eigenlijk wel. Zo kun je het wel zien, ja. Ja. En jij hebt die verhalen opgetekend. Je hebt een theatervoorstelling gebracht. Je had daar een theater gemaakt in 3 delen. Je had het verhaal van de mannen. Ja, de mannen die dus hier bleven. De vrouwen die dus in België waren. En het moment van terugkeren. En dat ze elkaar weer Want ontmoeten. Want het waren 3 verschillende verhalen. Ja. De mannen hier spannend. Ja. Maar de vrouwen zaten alleen met hun kinderen. Nou ja, en je moet je natuurlijk ook voorstellen. Kijk, nu hebben we hebben tv, we hebben internet, we hebben onze mobiel. En dat was toen natuurlijk niet. Dus er waren ook echt mannen. Ik weet bijvoorbeeld Jan Rikke, bijvoorbeeld, zijn vader Johannes Rikke. Zijn vrouw ging weg en ze was zwanger. Dus hij heeft een dagboek heeft hij daarover geschreven. En bijna iedere bladzijde die je ook leest in dat dagboek gaat er ook over. Hoe zou het met Annie in België gaan? Ja. He, want er was al een briefwisseling. Maar dat was ook maar de vraag. Je kon niet appen. Nee, absoluut niet. Toch altijd de onzekerheid. Want je wist, dit was frontgebied. Dus zijn vrouw dus ook in angst. Ja. Wat gebeurt er met jou? Ja, wat gebeurt er ook hier? Hè? En dan natuurlijk, dat kun je je wel voorstellen. Van hier was van alles en gebeurde van alles. Hier maakten ze van alles mee wat indruk maakte. Maar dat maakten ze ook in België eigenlijk mee. Ja. En dat moet dan weer samenkomen. Dus dat was ook heel erg En wat lastig. Soms ons onderschat werd. Maar ik geloof dat veel vrouwen met hun kinderen pas in september 45 vrij konden terugkeren. Laat, hè? Ja, absoluut. Dus je praat over Een jaar later. Bijna een jaar, ja. Kunnen wij ons nu bijna niet voorstellen, maar dat was wel zo. Ja. En toen ze terugkwamen, wat gebeurde er toen? Nou, ik denk dat toch de meeste toen heel snel aan de slag ging om met de wederopbouw eigenlijk. En dat hoorde je ook van mensen. Ik heb toen best wel met mensen ook interviews gehouden. En mensen wilden ook gewoon weer, voorbij mensen wilden doorgaan. Hè. Mensen wilden inderdaad weer echt wederopbouw daarmee beginnen. Ze wilden weer het leven oppakken. Ja, want wij zien de stad Nijmegen is verwoest. Maar ik heb nog een oud krantartikel opgezocht van een hoofdredacteur die de Betuwe inging. En die had een zin in zich. Dat fascineert mij. De Betuwe is dood. Ja. Dit land is gewurgd. Ja. Er hangt de lucht van lijken over dit land. Ja. Ik heb ook dat beeld wat jij zegt. Want ik heb ook het beeld voor wat ik ook hoorde en las. Van, het was water, dus echt lijken. Koeien dreven echt rond. Het was afschuwelijk. Er was zoveel kapot gebombardeerd. Dus ik denk dat het echt afschuwelijk is geweest. Ja, wij praten namelijk nu over bevrijding. Ja. Maar het, waar je in terecht kwam, maandenlang. Ja, maandenlang. Klopt wat je zegt.
Ja. En zo'n theatervoorstelling, je maakt theater. Hoe heeft dat jou geraakt? Die verhalen opzoeken. Je maakt een theatervoorstelling. Ja. Nou, het heeft mij sowieso geraakt. Wat ik al net zei. Kijk, het Manneneiland. Ik had geen idee wat daarachter zat. Dus toen ik dus inderdaad met de mensen ging praten. En kijk, de meeste mannen. Ik wilde eigenlijk met mannen praten die op het eiland waren geweest. En dat was natuurlijk heel erg moeilijk. En toen kwam ik dus door Jan Rikke. Kwam ik er dus eigenlijk achter dat hij dus een kind was. Hij was geboren in België. En toen heb ik eigenlijk de voorstelling. Voor de voorstelling heb ik met mannen gepraat en vrouwen die dus eigenlijk geëvacueerd waren. En die dus eigenlijk als kind, zeg maar, in het nadat ze terugkwamen in dat gebied waar dus eigenlijk alles kapot was, waar granaten liggen, dat is hun speeltuin geweest. En ik heb vooral dus de verhalen gehoord hoe zij daarmee om zijn gegaan, wat ze daarin meemaakten, wat ze meemaakten naar hun ouders toe. Bijvoorbeeld Jan Rikke, die ook zei dat zijn vader behoorlijk depressief is geworden daarvan. Ook tussen die afstand van hem en zijn vrouw. Ja, dat heeft best wel indruk gemaakt. Ja. Omdat, waarom maakt dat indruk? Omdat ik me dat... Kijk, ik heb een fantasie, maar ik kan me natuurlijk niet voorstellen wat het echt is om geëvacueerd te worden. Ik ben nooit geëvacueerd. Ja. En ik leef toch redelijk in vrijheid, hè? Ja. En de mensen in Gerersbergen, die kregen in één keer Nederlanders. Ja, die kregen opeens. Ja, klopt. Ik heb ook eens gehoord dat er zijn kinderen geboren die zo trots waren dat ze in België opgevangen werden, dat ze in hun namen de namen van het Belgisch Koningshuis opgenomen hebben. Ja, Jan Rikke heeft ook inderdaad de naam van de koning in zijn voornaam zitten. En ik hoorde ook van Jan Rikke dat ze ook heel lang... Kijk, je moest natuurlijk altijd een beetje kijken bij wie dat je terecht kwam en hoe welkom dat je was. Want het was niet zo dat iedereen zomaar welkom was. Maar ik hoorde ook van Jan Rikke dat heel lang is er ook een hele goede verstandhouding geweest. Gingen mensen ook echt terug. Waren er ook complete reunies dat ze ook terug naar België gingen. En dat zij ook hier naar Lent kwamen. Omdat er dus echt wel een band ontstond. En dat is natuurlijk ook wat ik ook heel erg gehoord van, ondanks alle ellende, dat er heel veel broederschap ontstond. Mannen maakten echt iets mee samen. Dus er was ook een enorme verbondenheid en betrokkenheid met elkaar. Die heel lang bleef. Ja, en dat heeft daarna wellicht ook geholpen bij de jaren na de oorlog om de boel weer op te pakken. Ja. Nou, en zelfs zo, bijvoorbeeld Jan Rikke heeft me ook ooit verteld, bijvoorbeeld in de jaren 60, dat er heel veel kinderen uit Polen bijvoorbeeld het heel moeilijk in hun land hadden, dat zij er ook alles aan deden om bijvoorbeeld die kinderen op te vangen, omdat zij bijvoorbeeld wisten dat dat ook met hun ouders gebeurd was. Dus het heeft zeker wel zijn weerslag gehad. Absoluut. Hartelijk dank voor uw komst.